Goedemorgen, welkom bij het beursjournaal van woensdag 15 juli. De beurs van Amsterdam zal vanochtend licht hoger van start gaan. Wall Street wist gisteravond met een kleine winst te sluiten. De toonaangevende Nikkei-index sloot vrijwel onveranderd. Dan nu over naar het bedrijfsnieuws. ASML in het rood. ASML heeft over het tweede kwartaal de netto-omzet sterk zien teruglopen. Dat blijkt vanochtend uit de presentatie van de kwartaalcijfers. In het tweede kwartaal kwam de omzet uit op 277 miljoen euro tegenover 844 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Analisten hadden gerekend op een omzet van 221 miljoen euro. Desondanks is er sprake van een lichte verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal. Door de sterk teruggelopen omzet heeft ASML wel een netto verlies van 104 miljoen euro gemaakt. Intel ziet licht hogere vraag. De grootste chipfabrikant van de wereld heeft een verlies van bijna 400 miljoen dollar gemaakt. Het is het eerste verlies van de onderneming in zijn 22-jarige bestaan. Volgens Intel is het verlies vooral het gevolg van een boete die het kreeg opgelegd door de Europese Commissie. Nelly Kroes legde de onderneming een boete van maar liefst 1,1 miljard dollar op. Zonder de boete zou er gewoon winst zijn gemaakt. Dan nu over naar Wall Street. De toonaangevende Dow Jones-index won gisteren 0,3% op 8.359 punten. De S&P en de Nasdaq wonnen nog licht meer. De Nikkei sloot onveranderd op 9.263 punten. Dat was het voor vandaag. Een fijne dag en graag tot morgen. On Wall Street.